What's good YouTube, Mr. Prep the Food hero. En het is alweer een tijdje geleden, stom van mij, ik moet uploaden. Nee mensen, het heeft gewoon te maken met het leven. Veel te druk, weinig energie en geen zin om te filmen. En zo zit ik niet in elkaar, ik film gewoon wanneer ik zin heb. Maar, ik heb wel wat leuks aan te kondigen, want er gaan weer leuke dingen aankomen. Ik ben helemaal weer opgeladen, dus we gaan ervoor. En wat anders. Ik heb eigenlijk al 3 jaar lang dezelfde trainschema, upper body, low body en dat 6 of 7 keer in de week. Ja, soms train ik 10 dagen achter elkaar en dan train ik 7 keer in de week. Ik ga het veranderen, want ik ben erachter gekomen dat het veel te veel voor mij is. Het is te zwaar. Ik ben daar vorig jaar achter gekomen eigenlijk een beetje aan het einde van het jaar. Ik zat een beetje in een sleur, ik had moeite om naar de sportschool te gaan. Ik merkte dat ik weinig progressie boekte, ik kon niet zwaarder tillen. En toen ging ik weer even terug naar de tekentafel en ik draaide gewoon iets te veel volume. Ik deed dus iets te veel herhalingen, te veel reps in een week. Want dat is waar ik naar kijk. Ik kijk naar de gemiddelde aantal herhalingen, gemiddelde aantal sets per week. En op basis daarvan maak ik mijn schema's. Maar wat ik nu dus heb gedaan en ga aanpassen is het volgende. Ik ga naar een push-pull-legs schema. Dat doe ik nu al 2 weken en ik moet zeggen, ik voel me heel goed. En wat is nou het grootste verschil tussen een upper body en een low body split? Omdat ik 6 keer in de week train, kom je dan uit op 3 keer elke spiergroep per week. Dus 3 keer benen, 3 keer alles. Okay? En met een push-pull-legs schema word je eigenlijk geforceerd om alles 2 keer in de week te pakken. En om heel eerlijk te zijn, heb ik gewoon die rust nodig. Ik heb gewoon die 48 uur heb ik nodig. En daar kom je alleen maar achter door het gewoon te doen, door het te proberen en vooral naar je lichaam te luisteren. Dus dat is wat ik nu ga aanpassen. En ik heb ook gewoon mijn goal goed voor ogen. Ik wil voor het einde van dit jaar 85 kilo wegen. Dat is best wel veel als je gaat kijken naar hoeveel ik nu weeg. Ik weeg nu ongeveer 76 kilo. Dus dat betekent 9 kilo. Nou, als dat allemaal spiermassa is, is dat helemaal top. Hoor je mij niet klagen, maar ik weet wel 100% zeker dat dat niet zo is. Want ik train al 10 jaar lang. En ja, de kans is gewoon heel klein dat het alleen maar spiermassa is. Dat kan gewoon niet. Tenzij je natuurlijk aan de geheime vitamintjes zit. Wat ik dus niet doe. Ik ben er niet op tegen hoor. Maar dat moet je vooral doen als je wedstrijden doet. Of als het je werk is of wat dan ook. Maar dat is het eigenlijk. We gaan dus naar een push-pull-legs schema. Ik ga allemaal workouts filmen. En ook uitleggen. Zodat jullie weten waarom ik bepaalde oefeningen doe. En waarom ik ze ook in een bepaalde volgorde doe, want daar is allemaal over nagedacht. Dat in combinatie met het aanpassen van mijn voeding, mijn slaapritme en alle vitamines en mineralen die ik mis, die ik nu met supplementen bijtank, moet ervoor zorgen dat ik me sowieso beter ga voelen, dat ik productiever ben, meer energie heb en natuurlijk meer spiermassa ga maken. Want daar doe ik het voor. Ik wil gewoon gespierd zijn. Ik wil er goed uitzien. Ik hoef niet per se... Nou ja, eigenlijk wel. Ik wil wel de snelste zijn. Ik wilde zeggen, ik hoef niet per se de snelste te zijn, maar dat zou ik wel willen. Maar het gaat er bij mij op dit moment vooral om dat ik er goed uitzie en me ook goed voel. Iets anders wat ik heb veranderd, wat sommige mensen misschien al weten. Ik doe dus nooit cardio. En dat doe ik omdat ik daar gewoon geen zin in heb. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat ik gewoon een hele slechte conditie heb. En wat is er nou lelijker dan iemand die er super atletisch uitziet en geen conditie heeft? Ik weet het niet. Dus daarom ga ik dat ook aanpassen. Ik ga minimaal 1 keer in de week iets van cardio doen. En dat kan zijn roeien, fietsen, zwemmen, hardlopen. Hardlopen ben ik geen fan van, omdat je je knieën een beetje opfokt. Maar het zal één van die dingen zijn. Het kan ook kickboksen zijn bijvoorbeeld. Jiu-jitsu als ik dat ga doen. Het kan voor alles zijn. Maar in ieder geval, er komt cardio bij kijken. En dat heb ik ook lang niet gedaan. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat gaat aanslaan. En nogmaals, ik doe het niet om vet te verbranden, maar puur om me fitter te voelen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. En cardio kan je natuurlijk ook helpen, want als jij een goede conditie hebt, herstel je sneller tussen de setjes door, gaat er meer zuurstof naar je spieren toe en sneller ook. En dat is natuurlijk nodig voor spiergroei en het aanmaken van spieren. Dus ik ben benieuwd. Ik ben dus begonnen met het implementeren van deze dingen en daarnaast gaat mijn YouTube kanaal de lucht in. Want we gaan droppen, er komen leuke video's aan, we gaan weer verder met de challenges en de fitness tips. Want daar zijn jullie hier voor, denk ik. Naast fitness tips, natuurlijk van alles en nog wat. Gewoon wat ik leuk vind om te filmen. Dus bij deze mensen, Mawad is back. Hij is back. Zijn biceps zijn er. Zijn kuiten niet. Oh ja, dat is trouwens ook een goal van mij. Ik wil gewoon grotere kuiten aan het einde van het jaar. Dus
Dat is ook echt een hele belangrijke. Mag ik niet vergeten te zeggen. Grotere kuiten voor het einde van het jaar. Dus 85 kilo, grotere kuiten, betere conditie, meer spieren. Let's go. 2023. Mensen, dit was even een korte update van mij. Ik ben heel erg druk bezig geweest en dat heeft vooral te maken met Prep the Food. We zijn lekker aan het groeien. We zijn aan het doorontwikkelen en er komen hele leuke dingen aan. Dus daar ga ik later meer over vertellen. Maar mocht je de nieuwe website nog niet hebben gezien, check het even in de link hieronder. En vergeet vooral niet te abonneren, te liken, te reageren. En ik zie jullie gauw later.